Ik ben Simona en ik heb de Master Health, Wellbeing and Society gestudeerd. En ik ben afgestudeerd. Ik heb voor deze mastertrack gekozen omdat ik iets meer dieping wilde richting de gezondheidszorg. Omdat ik specifiek geïnteresseerd was in gezondheid en dan in relatie tot de maatschappij, sociale ongelijkheid, sociale structuren. Wat heel erg leuk is aan deze master is dat je heel erg je ei kwijt kan in wat je zelf leuk vindt. Dus ik heb een passie voor de ouderenzorg, dus ik heb daar essays over geschreven en ook mijn thesis over geschreven. Maar ook omdat je de optie hebt om een jaar lang stage te lopen en ik me graag in het werkveld wilde verdiepen. Uiteindelijk heb ik een jaar lang stage gelopen bij Transo en dan specifiek bij de Academische Werkplaats Jeugd. En hier hield ik mij bezig met een onderzoek naar parental burn-out tijdens de coronapandemie. Ik ben daarbij inspectie gezondheidszorg en jeugd stage gaan lopen. Die stage heb ik zelf gevonden. Maar de Mastertrack die biedt ook stages aan, dus er is heel veel mogelijk. Op dit moment ben ik PhD-student en ik heb stage gelopen bij Transo, waar ik specifiek ook mijn onderzoeksvaardigheden heb kunnen ontwikkelen. De link tussen wetenschap en praktijk in de master komt heel erg naar voren, dat je leert hoe schrijf je beleid, hoe schrijf je een policy analysis en hoe gaat dat te werk in de maatschappij. Ik denk dat het heel relevant is geweest, omdat ik dus alle verschillende stappen van het onderzoek mee heb gemaakt bij Transo. Dus je kunt denken aan het vertalen van vragenlijsten, het analyseren van data en het schrijven van papers. De Mastertrack Health, Wellbeing and Society is heel kleinschalig. Dit heeft veel voordelen en heb ik echt fijn gevonden. Mede omdat je heel veel nauw contact hebt met docenten en met medestudenten. En daardoor heb je heel veel interactie ook met de docenten en de gastsprekers en hele leuke discussies met elkaar. Ik heb ook wel echt vrienden gemaakt op deze studie, wat natuurlijk ook belangrijk is. En de kleinschaligheid van de opleiding heeft mij ook heel erg geholpen om me echt thuis te voelen hier. Al met al, ja, zeker positief. In mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar parental burn-out tijdens de coronapandemie. En specifiek welke lockdownmaatregelen zoals thuiswerken en de dagopvang hier invloed op hadden. Over het evalueren van een interventie gericht op maandpauze van cannabis bij jongeren. Ik heb mijn scriptieonderzoek geschreven naar de nursing home lockdown in Nederland. Dus ik heb krantenartikelen geanalyseerd over hoe zij schrijven en wat zij schrijven over die lockdown. En hoe dat ons heeft beïnvloed hoe wij kijken naar de ouderenzorg. De begeleiding vanuit Transo en Sociologie was heel fijn. Transo is een organisatie die is gefocust op de verbinding tussen wetenschap en praktijk. En het Sociologie departement zorgde nog voor de aanvulling van de sociologische theorie. Soms waren er best wel dingen, ja, die ethisch bijvoorbeeld, die ik heel lastig vond. Daar zat ik dan zelf best wel mee en daar kon ik ook dan bij hem mee terecht van ja, wat moet ik hier nu mee doen? Hoe moet ik hierop reageren? Dus ja, die ondersteuning was ook heel fijn. En ik wilde heel graag een critical discourse analysis doen. En dat was ook niet gedaan bij de master, maar ze stond er heel erg voor open. En daarmee ben ik ook een beetje in diep gegooid van ga maar doen en laat maar zien hoe zo'n onderzoek eruit ziet. Ik ben afgestudeerd, dus het is gelukt. Ja.